Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich heule, aber meine Hilfe ist. Ja, dit is een soort beginplatform voor die zangers. Een beetje onervaren ensemblezangers die op hoog niveau zijn. Zodat ze dat kunnen meenemen later. Als ze bijvoorbeeld naast het solo zingen ook in professionele koren willen gaan zingen. Wat een hele leuke combinatie is, vind ik. Ik vind het heel belangrijk dat je de gezellen een beetje op hun gemak laat voelen. Zodat ze een beetje in hun rol kunnen komen. Dat ze zich niet onzeker voelen, dat vind ik heel belangrijk. Dat ze een beetje zich kunnen uitleven en het voelen hoe leuk het is. I have sung in choirs since I remember myself, since I was 7 years old or something, but like this, really, chamber choir, mixed choir, it was the first time, I have to say, yeah. First rehearsals went really well. Everyone came very good prepared. We were completely new people who met each other before some minutes, and we already had to sing together. And when we warmed up, Hert told us that we have to be present all the time when we are singing. And we can be present only if we are aware of what is happening in our body. And yeah, and we were just touching ourselves, and we were walking to feel the rhythm in the whole choir, so that we are really together, we are breathing together. He stressed it, breathing like really one person, not the 20 persons. Ik zing sinds mijn zevende in jongenskoren. En dat is dus eigenlijk altijd ensemblewerk. Maar dit is wel op een heel ander niveau weer. Een programma instuderen met een goede dirigent en af en toe moeilijke stukken, dat doe je wel vaker. Maar niet in zo'n korte periode en op zo'n intensieve manier. En dat is gewoon heel leuk om te doen. It was much, much more demanding than solo singing. Much more, because the repertoire was huge and we had to learn it in pretty small time. Yeah, it was actually like a real work. I felt like in a work. Ik vond het een leuk repertoire. Er zat een leuke, aan het eind, dus een ontzettend grappig stuk tussen. Waar je een beetje contact met het publiek kunt zoeken in een soort van theatrale manier. En voor de rest hebben we een ontzettend mooi volledig concertprogramma gezongen. Van oude muziek tot heel erg nieuw. Als bas en baritons hadden we van dit jaar twee meesters. En die hebben elkaar afgewisseld. En ze hebben een ontzettend goede bijdrage geleverd aan de manier hoe het ensemble werkt. Ze hebben met ons apart gerepeteerd zonder de andere stemmen. Dus alleen met bas en baritons. En ze hebben gewerkt aan klankvorming, aan uitspraak, aan echt samen zingen. En dat is heel fijn dat je dat gewoon met een professional kunt doen. Ja, als ze iets goed doen, dan ga je dat ook zeggen. Van, oh, wat is dat goed. En, als je het vindt natuurlijk. Hè. En dan kun je ook tegelijk misschien iets zeggen wat minder goed was. En zo krijg je een hele leuke ontwikkeling. Goed, Sagoma.
Pa? Oef! Programma instuderen met een goede dirigent en af en toe moeilijke stukken, dat doe je wel vaker. Maar niet in zo'n korte periode en op zo'n intensieve manier. En dat is gewoon heel leuk om te doen. Nou, ik heb meegemaakt dat iemand in mijn groep die zei, als ik thuis kom meestal, dan sluit ik me op mijn kamer en dan ben ik helemaal alleen. Dat heb ik dan nodig. Maar als ik thuis kom nadat ik hier ben geweest, bij meesters en gezellen, dan heb ik dat niet meer, dan hoeft dat niet meer. Dat vond ik zo mooi. Yeah, I enjoyed it very much because here I could use my solfège skills. I could use everything what I have learned till now in music theory. And I could use my ears as well. Thank God you have given me ears.